3 gewonden bij steekpartij. Gemeente sluit populaire hondenopvang. Goedendag. Een steekpartij vanmorgen vroeg in de Utrechtse binnenstad. 3 mensen raakten gewond. 2 mensen werden aangevallen bij snackbar De Baron aan de Donkere Gaard. Ze werden gestoken in hun buik, arm, nek en gezicht. Beide zijn niet in levensgevaar. De verdachte is een man van 36 jaar uit Utrecht. Hij raakte zelf ook gewond. Rond 4:30 werd de politie gebeld. 1 man die had steekwonden in zijn arm, nek en gezicht. En die andere man die was in zijn buik gestoken. Het gaat om mannen uit Utrecht en Nieuwegein. Die zijn daarna gelijk met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht om hen te laten behandelen aan die verwondingen. En de verdachte is nadat hij in het ziekenhuis behandeld, verhoord door de politie. En waarom er werd gestoken, dat is nog niet bekend. De Happy Roedel is een populaire hondenuitlaatservice in Woerden. In 4 jaar tijd zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste van de provincie. Maar per 1 juli moet hij dicht. Volgens de gemeente heeft de plek waar de honden spelen een andere bestemming. Jij bent ook lief. Jij bent ook lief. Honden uit de hele provincie en daarbuiten komen naar de Happy Roedel in Woerden. Harmelen, Woerden, maar ook ver daarbuiten. En dan praat ik echt over de Beeld, Zeist, maar ook Den Haag. De razend populaire uitlaatservice zat eerst in Leidse Rijn, maar moest daar weg. Gelukkig bood een boer een stuk van zijn land aan. Jullie zijn dat graven, dat mag helemaal niet. Linda ten Wolde, die de hondenservice opzette, was dolblij. Nou ja, kijk rond. Ik denk, dit is echt het hondenparadijs gaat dit worden. Echt fantastisch natuurlijk. Inmiddels is de Happy Roedel een grote onderneming geworden. Met 300 klanten en 10 man personeel. Maar de hondenweide moet dicht. Er is een klacht binnengekomen over geluidsoverlast. De gemeente is gaan kijken en constateerde dat een hondenuitlaatservice op agrarische grond helemaal niet mag volgens het bestemmingsplan. Dat is een beetje het zure van het verhaal. Ze hebben dus wel geweten dat wij ons bedrijf hebben gehad. En ze hebben ons ook eigenlijk 4 jaar laten groeien. En ja, helemaal nooit langsgekomen. Dus echt wel gedoogd. Ja, ik vind het eigenlijk best wel jammer dan. Weet je, we staan hier al zo lang en ineens moeten wij weg. Linda is een petitie gestart die door honderden klanten is getekend. En ze heeft ingesproken in de gemeenteraad. Viezerik ben je. Maar de gemeente is onverbiddelijk. Regels zijn regels. Linda hoopt dat er toch nog wat mogelijk is. Anders moet ze noodgedwongen haar toevlucht zoeken tot de uitloopveldjes binnen de bebouwde kom. En dan kan het met al die honden nog wel eens heel erg druk worden. Ja, volgens de hondenuitlaatservice is er in de regio geen andere locatie die aan de eisen voldoet. Een ongeluk vanmorgen met de scooterrijder in Nieuwegein. Rond 8:30 ochtends ging die onderuit op het inundatiedok. Het ging flink hard. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend waren bij het ongeluk geen andere mensen betrokken. In Wilnis is afgelopen nacht een auto in de sloot beland. Op de Oudhuizerweg kwam die klem te zitten onder een brug die naar de oprit van een huis ging. De bestuurder raakte gewond. De brandweer kon hem pas bevrijden nadat de auto was losgemaakt van de brug. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een spannende avond in Bunschoten. Dit arrestatieteam viel daar gisteravond een huis binnen omdat er een man met een wapen zou zijn. Agenten met kogelwerende vesten gingen rond 8:00 het huis aan de Koolkamp binnen. Maar de gewapende man was nergens te bekennen. Later werd hij in de omgeving alsnog aangehouden. En zijn wapen werd inderdaad in het huis gevonden. Verderweg de meeste mensen die bezwaar maakten tegen hun boete in de Utrechtse milieuzone hebben ongelijk gekregen. 1,5% van de bezwaarmakers kreeg gelijk. Bij hen werd de boete van €90 vernietigd. In totaal komt dat neer op ruim 150 bekeuringen. De mensen klaagden vooral over onduidelijke borden. Hockey is een populaire sport onder Utrechtse kinderen. Zo populair dat elk jaar honderden kinderen worden uitgeloot bij sportclubs. Er is gewoonweg geen plek. Ouders nemen het heft in eigen handen en richten zelf een hockeyclub op. En vandaag was de officiële opening. Met het doorknippen van het blauw-groene lint heeft wethouder Paulus Jansen hockeyclub Rijnvliet geopend. Vandaag spelen jeugdleden de eerste wedstrijd op het nieuwe hockeyveld. Hockey is een razend populaire sport in Utrecht, vooral onder jongeren. De balsport is zo populair dat er niet genoeg verenigingen zijn.
Mijn jongens zijn al 4 keer uitgeloot bij bestaande clubs in Utrecht. Het doel is toch ook wel dat onze dochters, we hebben er nog één, maar dat onze dochter gewoon lekker kan hockeyen en ook kan sporten. Zonder dat ze daar echt jaren op moet wachten. Ze willen al heel graag een tijdje hockeyen. En de andere clubs die waren overvol, dus wachtlijsten gestaan. En dus heeft een groepje ouders een nieuwe hockeyclub opgericht. Binnen 2 weken hebben honderden jeugdleden zich aangemeld. Helaas hebben wij ruim 300 plaatsen, maar er waren ruim 400 aanmeldingen voor de jeugd. Dus ook wij hebben weer mensen moeten teleurstellen. Het blijft een probleem. Het is kleiner geworden het probleem, maar het blijft een probleem. Wethouder Jansen erkent de problemen en probeert initiatieven van ouders, zoals hier aan de rand van Leidse Rijn, te steunen. De gemeente legt velden aan. De clubhuizen zijn in het algemeen van de vereniging zelf. En de kleedkamers zijn ook van ons op dit moment. We zijn overigens op dit moment met de Vereniging Sport Utrecht aan het bekijken of we de taakverdeling nog kunnen veranderen. Om het daarmee nog goedkoper te maken voor de verenigingen en ze wat meer zeggenschap te geven over hoe het complex gebruikt wordt. Al voordat de club officieel bestaat, heeft het dus al kinderen moeten teleurstellen. En daarom wordt in de bestuurskamer nu al over uitbreiding gedacht. We hebben al een derde veld, dat ligt hier naast de ruimte, in de planning. Die zal zeker worden aangelegd ook. Maar je kunt je afvragen of misschien alweer een vierde veld nodig is om alsnog geen kinderen teleur te stellen. En vanaf september spelen alle kinderen mee in de competitie. En morgen neemt FC Utrecht het op tegen Ajax. Eerder dit seizoen wonnen ze met 1-0 van de Amsterdammers. Dus ja, Utrecht hoopt dan ook morgen opnieuw punten te pakken tegen de koploper van de Eredivisie. Ja, ik hou van een geweldig mooie wedstrijd en zullen we zien wie de sterkste is. De training voorafgaand aan de wedstrijd was wederom besloten, maar eerder deze week waren we wel welkom op Zoudenbalg. Voor een aantal spelers is het de eerste keer in de Amsterdam Arena in het shirt van FC Utrecht. Just it's important for supporters and for the city, but I think it's also important for players because we feel that pressure and we like it. Even fans, when I came here for the first time, they said, yeah, this is the big games of the season. Just you have to win and it's okay. Nou, ik denk dat ze het al hebben meegekregen bij de eerste wedstrijd wat dat teweeg kan brengen. En, ja, dus dat zal nu niet anders zijn, dus dat weten ze. Alleen, ja, goed, voor mij hebben ze allemaal nog niet in de arena gespeeld, dus dat zal ook een mooie nieuwe happening voor ze worden. Het is een cruciale week met de bekerfinale tegen Feyenoord volgende week, maar eerst Ajax. We weten natuurlijk dat er een hele drukke week aankomt, maar de eerste is altijd de belangrijkste. En ja, je moet in de focus blijven, je moet op het court blijven en dat is wat we graag willen doen. Dus we zullen alles op alles zetten om Ajax te verslaan. Utrecht staat nu 4e en als ze winnen van Ajax is zelfs de 3e plaats nog mogelijk. We have to look up, keep the head up and and why not see this third place? It's better than the look at behind. So we're gonna try it. Statistisch gezien had Utrecht veel punten tegen Ajax en ook de laatste jaren is dat niet anders. En, ja, goed, dus dat zullen zij ook weten en dat zullen ze al meespelen in de kopjes en hopelijk kunnen we daarvan profiteren. In football, everything is possible. En we did it at home. Why not away? Sebastien Haller is veel besproken en dan gaat het vooral om de vraag: wat wordt zijn volgende club? Of dat de tegenstander van morgen is, laat de Fransman in het midden. Hij benadert de wedstrijd en ook niet anders dan anderen. The game is a game. I'm with Utrecht. I'm going to give everything for the club and try to beat Ajax for sure and finish at this fourth place or maybe third place. And yeah, that's what I want. Het wordt een hele spannende week dus voor FC Utrecht. De wedstrijd morgen begint om 12:30 en is live te volgen via Radio M Utrecht. En tot slot krijgt u nog het weer. In de avond neemt de buiigheid af. Het klaart een beetje op. Het koelt af naar 4 graden. Morgen wisselend bewolkt. We gaan de zon zien. Maar op sommige plaatsen kan er ook nog een buitje vallen. Het wordt dan rond de 11 graden. Dat was het voor nu. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Uur Vandaag. Graag tot dan en een fijn weekend verder.